Ik ben prinses Veronica Margaretha van Soldavië. Hoe heten jullie? Ik ben Mal en dit is Kool. En wat is jullie familienaam? We heten McShane van achteren, zei Mal. Bent u echt een prinses? Vroeg ik. Ik wilde mijn koekje pakken, maar de kat spreidde zijn klauwen, dus ik moest heel voorzichtig doen. Mijn benen waren bloedheet, alsof ik een berg warme was op schoot had. De mevrouw keek me scherp aan. Ja, ik ben een echte prinses, maar mijn familie is die land om die kasteel lang geleden kwijtgeraakt. Mal en ik wisten niet wat we moesten zeggen en staken allebei tegelijk ons koekje in ons mond. Ik deed mijn best om zachtjes te kauwen, maar het was een heel droog koekje en het klonk alsof er iemand op een kartonnen doos stond te springen. De prinses had geen aandacht voor haar thee of haar koekje. Jullie hadden een hand op mijn deurknop, zei ze. Haar grote waterige ogen waren net zoeklichten. Jullie waren niet die weg kwijt. Welkom bij de volgende aflevering van de Leesdetectives. We gaan vandaag het boek De Spooktoren van Keir Graf. Graf, denk ik, ja. Die namen van die schrijvers zijn verschrikkelijk. Vooral Engelse schrijvers hebben dat echt... Ja, Keir, dat hoor je Keir. Niet veel. Maar... misschien wil je het ook keer op keer lezen dan. Oh, wat een slecht grapje. We gaan eerst lezen naar de specificaties. Yes. We gaan het vandaag hebben over het boek De Spooktoren. Het is geschreven door Keir Graf. Het boek is voor het eerst uitgebracht in 2018. En de uitgever is Van Holkema en Warendorf. De Spooktoren. Jij hebt het pas gelezen. Ik heb het een tijdje geleden gelezen. Wat vond je ervan? Ik vond het een spannend boek. Spooktoren, ik sta misschien inmiddels al te boeken als iemand die van spannende griezelboeken houdt. Ja. Dus daarom heb ik hem ook gepakt. De titel is natuurlijk al meteen pakken. De Spooktoren, je ziet ook op de kaft, zie je meteen eigenlijk al spoken staan. En je ziet al dat er een soort spooktoren staat achter een bestaande toren. Ja. Dus dat riep al meteen vraagtekens op. Door wie is dat getekend trouwens? Karen Limpens. Karen Limpens. Vertellen. Ja, oké. Okay. Wat, als je naar het verhaal kijkt, was het een fijn verhaal te lezen? Het was een heel breed en misschien ook wel een beetje ingewikkeld verhaal. Ik vond het, er kwam heel veel namen op een gegeven moment langs. En het is een boek dat een heel complot heeft aan het einde. En daar moet je even goed voor gaan zitten en je moet even goed de tijd nemen om dat te lezen. Want anders ga je namen misschien door elkaar halen. Mm-hmm. En dan weet je uiteindelijk ook niet als je het boek uit hebt van ja, hoe zat het nou precies. Maar als je daar wel tijd voor, als je daar wel tijd voor neemt en je bent goed in het overzicht houden in een boek, dan is het zeker een aanrader. Ja. Was het spannend voor jou? Ik vond het op een gegeven moment dat ze echt in de buurt komen van die spooktoren, of er zelfs in komen, dan is het wel heel spannend, ja. Maar dat heeft te maken met een tijdvak. Al vroeg in het boek komen ze erachter dat ze maar 1 uurtje per dag naar die spooktoren kunnen. En als ze niet op tijd weer weg zijn daar, dan zit je in die spooktoren vast. Dus het was elke keer wel even spannend of ze de tijd wel goed in de gaten hielden en niet een nachtje in de spooktoren moesten doorbrengen. Dat wil je natuurlijk nooit, een nachtje in de spooktoren. Als je nou kijkt naar het thema in het boek, is er iets wat er terugkomt? Ja, het is wel een suggestieve vraag. Dit ja, het is een boek dat heel erg gaat over vasthouden en loslaten. Ja. Dat komt dan meteen in het boek aan het begin terug. Dat, het gaat over Mal en Kom. De twee broers die met hun moeder naar die spooktoren verhuizen. En hun vader is dan al overleden. En Kom, dat is degene die eigenlijk vanuit zijn oogpunt beleef je het verhaal. Nou, die heeft daar wel lastig mee. En die slaapt ook vaak met het horloge van zijn vader in zijn kussensloop. En er komen wel meer momenten in het verhaal dat het echt gaat over ja, keuzes maken. Kan je iemand loslaten als het daar tijd voor is? Dus dat is wel echt het thema. Als jij ooit zou komen vast te zitten in een spooktoren, wat zou jij dan gaan doen? Oh ja. Ik zou er alles aan gaan doen om te zorgen dat ik het overleef. Ik denk dat ik me zou verstoppen. Mm-hmm. Ik denk dat ik 7 kleuren stront eruit zou werken. Zo bang zou ik zijn. Vind ik toch krap? Ja. Nou ja, je weet het niet dat het in de spooktoren uiteindelijk eruit komt. Dat eruit komt. Maar het is, ja, nee. Zou jij alle spoken gaan trotseren dan? Meteen ik vind het wel bijzonder dat ze dan meteen zo'n boek op onderzoek uitgaan. Dan denk ik van, wauw, je leeft van nou. Ik ben ook wel zo. Ik vind dat soort griezelverhalen altijd wel heel stoer. Dat ik denk, maar dat zou ik toch zelf... misschien niet zo doen. Maar je moet toch verder, toch? Je kan dat niet, zeker. Ik bedoel, als je daar zou blijven, dat is de andere kant. Want dat is altijd een soort twist van, ja, als je daar blijft, dan blijf je daar voor de rest van je leven. 7 kleuren stond schijten, toch? Ja.
Ja. Poepen, sorry. Maar op het moment dat je dat niet hebt, dus als je wel op avontuur gaat, ja, dan kan je er ook eruit komen. Dat is waar. Dus maar dat is een twist. Toen het zo snel, het had niet gehoeven dat ze die spooktoren gingen in het begin. Ja. Maar ze doen het toch. Ja, dat is dan toch. Ze spelen met hun leven. Maar dat is toch een knopje. Als je een rode button ergens aan staat, druk je niet op, dan druk je er toch altijd op. Het is heel aantrekkelijk om erheen te gaan. Dat bedoel ik. En daarom komen we nu ook verder bij de vernieuwde versie van Take a Book. Fantastisch. Zal ik even meer spooktoren? Zal ik het even kort uitleggen? Of aan de kijker? Doe dat eventjes, want die zijn nu helemaal van de leg. Van de leg, denk ik. Ook zoveel kijkers er ook. Hiervoor hadden we Take a Book. En dan gingen we er eentje kijken. En dan gingen we dan discussiëren of dat erbij past of niet. Ja. En ik had er toch een slecht gevoel over. Jij ook. Hij sliep er slecht van. Ik ook, ja. Ik kreeg haar uitval. De dokter zei tegen Niek, dan moet je gewoon weer stoppen met Take a Book. Stop. En toen dacht ik kan het niet op mijn hart verkrijgen om ermee te stoppen. Nee. Omdat we ook zo'n mooi bakje hebben gemaakt en die mooie tags hebben geknipt. En toen dacht ik, waarom gaan we dan niet gewoon 3 tags pakken die bij het boek passen? Zeker. En dat lichten we dan even heel kort toe. Maar we gaan niet de tags uitzoeken terwijl jullie zitten te kijken. Dat is echt doen we saai. Wel, maar we doen dat even snel het afspelen. Maar misschien kunnen we een liftmuziekje doen, omdat de lift ook wel een grote rol speelt in het boek. Dat is waar. Onder het genot van een wachtmuziekje dat je in liften hoort. Dus pak gewoon even 3 decks uit. Ja. En die gaan we zo aan jullie toelichten. We hopen dat het niet te saai wordt. We zijn weer terug. Daar zijn we weer. Echt een super. Ik heb bijna Sander op zijn hoofd geslagen omdat ik er niet achter kwam. We gaan er. Ze hebben het ook gewoon gezien, hè? Verstaan. Dus ze hebben geen hand van jou naar mijn hoofd zien gaan. Jammer. We hebben er 3 na lang wikken en wegen. Echt, eigenlijk. Is de wonder dat we eruit zijn gekomen. Nou. Hebben we bedacht. Als eerste. Avontuurlijk. Die verschijnt nu in beeld. Avontuurlijk. Omdat wat we net al zeiden. Het was heel avontuurlijk van ons om die lift in te gaan. Ja. En het is ook echt wel een flink avontuur met alle toeters en bellen. Daarom, en met alle personen die ze tegenkomen en de geesten, dus daarom avontuurlijk. Ja, yes. Dus daar waren we vrij snel over uit. Dan hadden we het doordenkertje. Ja, omdat er heel veel verschillende personages in zitten en omdat je steeds verder in het mysterie komt. Ja. En misschien al iets eerder achter kan komen, daardoor het doordenkertje. Ja, helemaal goed. En stoer, dat hebben we net ook al een beetje besproken. Als je in een lift stapt en je ziet ineens de 13e verdieping, je drukt daarop. Dat vind ik wel stoer. Ja, dat je dat gewoon en uiteindelijk zelfs nog meerdere keren naar de 13e verdieping gaat. Dus je weet dat het een spooktoren is en dan toch blijf je gaan. Conclusie van onze boekpromotie over de spooktoren. Wat dus oorspronkelijk Engels boek is, maar het is ook voor ons Nederlanders uitgebracht. Zodat wij het ook lekker kunnen lezen. De keuvestouwen. De spooktoren. Als we daar die conclusie over moeten trekken met trouwens de spooktoren, de plattegrond van de spooktoren. Vind je al op de voorkant. Of tenminste voor in het boek. Door wie is dat eigenlijk gemaakt, die plattegrond? Dat weet ik niet. Want er staat dat de omslag is gemaakt door Karen Limpens. Maar ja, wie die plattegrond... Door een spook, denk ik. Dat staat niet in het boek wie die plattegrond heeft getekend. Maar goed, de spooktoren is een echt een mysterie van de crème de la crème, zou ik durven zeggen. Zeker. Dus echt een... Dat je denkt van, oké, dat heeft dus met dat te maken en dat zit zo. Zeker richting het eind van het verhaal. Dan moet je echt even je hoofd erbij houden. Anders heb je geen idee meer wat het mysterie nou jou allemaal voorschotelt. Nee. Dus daarom hebben we ook natuurlijk dat doordenkje gekozen. Ik denk dat het een echte mysterie is waar je goed voor moet gaan zitten. En als je dan alles op een rijtje hebt gezet en je merkt de conclusie van het boek. Je hebt het uitgelezen. Dat het wel, dat je wel hebt gedacht, nou, daar is goed over nagedacht. En ik vind het leuk dat ik erachter ben gekomen hoe het is geëindigd. Ik ook. Nou, dat was een conclusie. Ik vond het een goede conclusie. Ja, ja ik heb er niks aan toe te voegen. Dat is ook voor het eerst. Het is ook te horen. Lezers. Zeg dat iedere keer, niet? Nee, niet iedere keer. Okay. Dus het is een beetje subjectief. Sorry.